Als het eindigt, ja, dan is het echt verloren. Dan zie je diegene die je ooit hebt gekend nooit meer. Dat is ook wel een hele... Ze wordt er heel triest dan, hè? Nog een paar dagen en 2019 is ten einde. Oliebollen, vuurwerk, terugkijken en misschien ook wel denken aan het einde. De dood. Of om het, ja, toch wat ouderwets te zeggen, memento mori. Ik ben hier in Ridderkerk en ga een toch wel confronterende vraag stellen. Denkt u wel eens aan de dood? Nou, niet echt specifiek of iets, maar ja, als mensen het erover hebben, dan ga je er wel over nadenken. Daar denk ik wel eens over na, ja, zeker. En als je dat doet, wat doet dat met je? Veel. Je hebt natuurlijk persoonlijk verlies. Dus als je naast de kwijtraakt, dan raakt dat je altijd. En tegelijkertijd de wetenschap dat het allemaal niet stopt hier. Denken jullie wel eens na over de dood? Ja, wel, denk ik. Ja, ja, maar niet zo hevig, zeg maar. Het... Ja, soms. Soms wel. Ja, we hebben het toevallig laatst nog over gehad. Wij twee. En hoe was dat dan, om daarover na te denken? Ja, ik heb er niet echt een mening over, want het gebeurt, weet je. Je weet niet precies wat er na de dood gaat gebeuren en niemand komt het ooit te weten, dus. Mevrouw, denkt u wel eens na over de dood? Zeker wel. Zeker nu ik ouder word. En ik vind de dood niet erg. Ik ben niet bang. Het enige wat ik heel jammer vind, is dat je afscheid moet nemen van je geliefde. Is er een leven na de dood, volgens jou? Ja, nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het is zowel wetenschappelijk al bewezen als ja, de religie die ik volg. Als christen zijnde, zeg maar. Ja. Dat zou ik zelf niet weten, maar ik ben er een beetje van overtuigd dat het niet zo is, zeg maar. Dus... Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed, want het zou allemaal wel kunnen. Maar ik denk ook, zeg maar, het kan ook zijn dat er niks gebeurt, maar het kan ook zijn dat je geboren wordt als iets anders. Ik weet dat we elkaar later allemaal weer zullen ontmoeten. En dat is gewoon een geweldig vooruitzicht. Dat geeft u troost? Geeft zeker troost. En als we terugkijken op dit afgelopen jaar, hè, er ligt weer een heel jaar achter ons. Wat springt er dan voor jou uit qua gebeurtenis? Er zijn heel veel dingen gebeurd dit jaar, dus ik kan eigenlijk niet kiezen. Ja, ik weet niet. Je hebt een heftig jaar achter de rug. Klopt. Nou, als je één ding zou moeten kiezen? Dat school moeilijk was. Ja, school was moeilijk dit jaar. Ja, er was pas een scooterongeluk gebeurd en die meisje lag dan helemaal. Daar was ik dan was ik daar aan het fietsen rustig en op een gegeven moment was daar een bus gekomen en die zijn tegen elkaar aangeknald. Dus die meisje lag daar zo, ja, die was gewoon bijna dood, zo te zeggen. Dus het was best wel heftig om te zien, dus dat heb ik wel, dat ik dacht van dat blijft nog wel even zitten. Ja, ik ben best wel goed in relativeren, dus als er persoonlijke dingen gebeuren, dan ook al zijn ze erg, ja, daar kan ik altijd wel wat mee. Maar wat ik altijd heel mooi vind als mensen tot geloof komen, dat is voor mij persoonlijk altijd een heel, ja, vrienden, dichtbij. En ik geef de Alpha-cursus en dat is altijd een enorme steun ieder jaar. Voor mij ook. Doet meer voor mij misschien als voor de mensen die... Ja, nee, ik heb eigenlijk heel weinig gedaan dit jaar. Dit was, Voor jou was het een rustig jaar? Redelijk rustig, ja, relatief. Niet mijn drukste jaar, nee. En voor jou, wat sprong er voor jou uit? Ja, gewoon, ja, ik weet het eigenlijk niet. Gewoon vrienden die komen en gaan. Als je ziet waar je het jaar mee begint en waar je het jaar mee eindigt, dan zie je wel wie je echte vrienden zijn. Ik heb een boek geschreven over mijn eigen leven. Ik heb daar een paar jaar over nagedacht en ineens vloeide het zo uit mijn pen. En ik heb er een heleboel weggegeven en ik heb maar één wens, één bede, dat het tot zegen mag zijn. En als het gaat om het nieuws in 2019, waar moet je dan aan denken? De terrorisme dingen gebeuren van ISS. Ik ben echt heel slecht in. Maar volgens mij dat was wel heel heftig op de nieuws geweest. En dat het officieel, dus op een gegeven moment in het begin van 2009 was dat heel erg. Het zijn allemaal aanwijzingen eigenlijk, hè, wat er gebeurt. En je ziet dat het klimaat, dat raakt mij altijd persoonlijk. Ik ben dit jaar veganist geworden. Ik dacht van, nou ja, kijk hoe, wat voor impact dat heeft. En hoe denken andere mensen erover. Dan zie je echt enorme kloven. Maar denk ook aan de vluchtelingencrisis, de natuurramp op dit moment, ziektes. Ja, honger. Heel veel. Je hebt het over de boeren. Ja. Ze moeten gewoon accepteren dat het soms niet zo kan zijn als dat zij het willen. Dat moet iedereen doen. En wat springt er voor jou uit? Heel
eerlijk gezegd kijk ik niet echt naar het nieuws. Dus ik heb echt geen idee wat er het laatste jaar is gebeurd. Nee, ik weet het echt niet. En voor jou? Dat Nederland weer in het EK staat. Wat heb je nodig om troost te hebben in het sterven? Het enige wat je kunt hebben is hoop dat het niet stopt. En dat geldt voor wel christenen als niet-christenen, zeg maar. Als het eindigt, dan is het echt verloren. Dan zie je diegene die je ooit hebt gekend nooit meer. Dat is ook wel een hele... Ze wordt er heel triest dan, hè? Wij mensen denken dat het om ons geloof gaat. Maar die eer hebben wij niet. Het gaat puur om wat God in ons leven doet.